goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, dat moet voor u toch ook... Dat gesprek ging helemaal goed, ik hoef daar niks aan toe te voegen. Nee, tot ziens. Maar het moet voor u toch ook heel bijzonder zijn om een keer in Veronica en Zij te verschijnen, toch of niet? Ja, uiteraard. Ja. Het is fantastisch. Ja. Ja. Nou, schiet me nou opeens te binnen. Ooit in Scheveningen, weet u dat nog? 2010, toen zat u in het publiek. Vlaggetje, petje, toch? Ja, zeker, ja, absoluut. Met dat gekke oranje petje op. Ja, dat weet ik nog. Die foto's duiken nog op internet. Dat was in het Koorhuis. Ja, dat was een feest toen, hè? Dat was gezellig, hè, toen? Ja, dat was superleuk. En dat was de avond dat Brazilië speelde tegen Nederland. Oh, dat was een mooie avond. Die middag. Was dat 5-0 of zo, toch? Nee, dat was met Wesley Sneijder, met die kopbal erbij en zo. Oh, ja. Dat het 3-2 werd uiteindelijk. Ja, dat hij op zijn voorhoofd ging slaan en zo. Ja, en toen wacht even, 2010. Dit was toch kwartfinale Nederland-Brazilië? Ja, Afrika was dat inderdaad. Brazilië. Ja. In Zuid-Afrika. Ja. Maar het was Nederland-Brazilië, dacht ik. En toen nog met Johan Derksen op de foto. Was ook een hoogtepunt, toch? Ja, dat is eigenlijk altijd een wereld voor en na dat moment voor mij. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En na dat moment doe je dan opeens andere dingen die misschien iets minder belangrijk zijn, maar toch, je probeert het te doen, zoals gisteravond. U zei in de afloop tegen Jeroen Pauw, ik wil even de band terugkijken. Nou, dat heeft u vast en zeker gedaan. Wat overheerst er? Ja, nog niet echt kunnen terugkijken, maar volgens mij was het een discussie, een debat, waarbij we, denk ik, allebei hebben laten zien waar we voor staan. En ook die grote verschillen tussen deze twee grootste partijen. En welke van die twee wordt nou de grootste vanavond? En de ene die zegt, er wordt heel veel veranderen aan Europa. Maar voor onze banen en onze veiligheid en een sterk Nederland houden moet je er niet uit. En de andere partij die zegt, je moet er wel uit. Ja. Ik denk dat die verschillen duidelijk zijn geworden. En dat ook de argumenten daarachter helder zijn geworden. En het was bovendien volgens mij ook een opzet. Niet met instartjes en buzzers en weet ik veel. Maar gewoon eens even een uur lang aan de hand van 4 stellingen een gesprek hebben. En ik hoorde van heel veel mensen vandaag op straat terug bij het stemmen. Die zeiden, nou ja, weet je, dat is ook wel eens een soort televisie wat we ook wel heel fijn vinden. Nou, weet je wat was? Het inderdaad, bij RTL was meer een soort idols-achtig ding, meer de voice-achtig ding. En dit had ook even gewoon de rust en de tijd en de ruimte. En er kon eindelijk even wat besproken worden. Ja, dan ga ik wel even RTL en NOS ook verdedigen. Omdat bij die debatten er natuurlijk iedere keer 13 mensen moeten meedoen. Precies. Ja. En dan moet je wel met buzzers en tweetalletjes, et cetera. En we hadden natuurlijk met z'n tweeën nu dat volle uur. En dat was eigenlijk wel wat hem uitdaagde en dacht, als wij nou echt even een uurtje de tijd hebben, zoals ook in Amerika wat bij debatten plaatsvindt in de aanloop naar de grote verkiezingen, dan hebben ze soms wel 2 uur de tijd. In Frankrijk en Duitsland is het volstrekt normaal dat zo te doen. Ik ben er in Nederland eigenlijk al heel lang over bezig of zoiets zou kunnen lukken. En ik was ontzettend blij dat Thierry Baudet zei, oké, ik durf het aan. En dat Pauw zei, oké, dan gaan we het ook zo doen. En ik hoor echt heel veel positieve reacties op. Dat mensen zeggen, het was echt verhelderend. Nou ja, het was ook spannend, het was leuk. Ja. Maar er waren ook momenten bij, ik laat even dit stukje horen. Ik ben toch benieuwd wat u daarvan vond. Wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn broer overleed. Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer was dat? Uw zus, wanneer was dat het laatste? 4 jaar geleden. 4 maanden geleden. Gecondoleerd. Ja. Ik weer. Wat vond u nou zelf van dat moment? Ik werd er heel ongemakkelijk van thuis. Ja, dat heb ik van heel veel mensen teruggehoord. Ik vond dat zelf eerlijk gezegd niet. We hadden van tevoren afgesproken dat we los van die 4 stellingen ook elkaar een persoonlijke vraag mochten stellen. Dit was een heel persoonlijke vraag. En ja, daar moet ik ook niet van marsepein zijn. Dus als hij die vraag stelt, moet ik hem beantwoorden. Waarom deze vraag? Wat was de relevantie was er niet. Waarom? Waarom ja, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet waarom hij dat wilde weten. Maar ik vond wel dat hij het volste recht had dit te vragen. Omdat we ruimte hadden gelaten bij elkaar persoonlijke vragen te stellen. En dit was een heel persoonlijke vraag, zeker. Ja. Maar dat was wel binnen het format. En ik vond dat dus ook niet ongepast. Ik hoor wel van heel veel mensen dat ze het ongemakkelijk vonden. Ja. Maar ik heb daar zelf. Maar het is natuurlijk zijn keuze om die vraag te stellen. Dat zouden we moeten vragen wat daar dan de achtergrond van was. Maar ik had er verder geen moeite mee. Ik vond het niet vervelend. Wat ik me ook af zit te vragen, heeft u zich niet geïrriteerd zo nu en dan? Want wat ik zo opmerkelijk vind, er worden uitspraken gedaan. Hitler wordt op één lijn gezet met Juncker bijvoorbeeld. Dan kan ik me voorstellen dat je daar geïrriteerd door kan raken. En ook het we hebben het niet gewoest. Dat wordt ook weggezet alsof je veters loszitten. Zo zei hij het op een gegeven moment ook. Dat moreel gespeelde allemaal, dat vond hij maar raar. Maar dat moet je toch ook irriteren als dat gezegd wordt? Jawel. Maar het heeft ook niet zo heel veel zin om het is beter dat de kijker dat ook ziet. En dat zag de kijker gisteren. Die ziet natuurlijk iemand die dan dat Habersins-Kawoed eigenlijk de link met de oorlog zo'n beetje ontkent. En net doet alsof het ook maar een uitspraak is. Maar dat is toch heel raar voor iemand die... Op één rij zetten met Hitler. Ja, daar staat ik ook helemaal nergens op. Maar je ziet mij op dat moment ook wel even... Dat voelde ik ook toen wel zo van jongen, moet dat nou? Tegelijkertijd, dat is ook weer het mooie van televisie... dat wordt dan ook heel zichtbaar. Dus dan hoef ik ook zelf niet veel te doen. Je moet ook je tegenstander, als hij echt onzin praat... ook even de ruimte geven dat te zeggen. Ja, maar zelfs niet in de weg gaan lopen. Maar steeds als het om dit soort dingen gaat, ook het boreale... en ook als het gaat om de homeopathische verdunning... of als het gaat over de dames waar hij van de week wat over gezegd heeft... dan lijkt er bijna een gespeelde verbazing bij hem te zijn. Dat verbaast mij dan weer heel gezegd. Ja, eens. Maar daarom heb ik ook in een van die persoonlijke vragen gezegd... van joh, hoe kan nou iemand die zo slim is... van die extreme uitspraken doen over inderdaad boreaal... en over Amerikaanse verdunning, maar ook wat hij over vrouwen zegt. Maar ook daar was mijn gevoel dat hij nou niet overtuigend kon uitleggen... waarom die uitspraken over vrouwen, dat die minder ambitieus zouden zijn... en dat ze vooral met gezinsdingetjes bezig zijn, echt allemaal verschrikkelijk denigrerend. Hij heeft niet echt overtuigend kunnen uitleggen waarom hij dat nou vindt. En dan denk ik, nou ja, goed, dat ziet de kijker dan. Ja. En dat moet dan ook maar zijn werk doen. Op dat moment moet ik ook weer niet in de weg lopen. Want dan kan ik wel heel verheven zeggen, oh, dat mag allemaal niet. Maar laat ook maar even de feiten spreken op zo'n moment. Maar was het verstandig uiteindelijk om deze keuze te maken? Want u heeft hem uitgedaagd natuurlijk eigenlijk. Ja, nou ja, het was spannend. Ik vond het razendspannend. Want het is natuurlijk een hele slimme kerel die goed kan praten en debatteren. Maar ik denk dat het goed was om die verschillen duidelijk te maken. Dat we allebei goed overeind zijn gebleven en dat de kijker wijzer is geworden. En dat daarmee ook de risico's van de ene en de andere positie... en ik heb natuurlijk benadrukt het risico van eruit stappen... en hij het risico van erin blijven... dat voor de kijker duidelijk is geworden. En dat vond ik wel echt een meerwaarde. Ja, en u bent gewoon een leider en geen volger, hè? Dat is voor de duidelijkheid nu wel vastgesteld. Volgens mij is dat helemaal helder nu. En dat heb ik ook wel uitgelegd aan de hand van de crisis... en wat dan nodig is om als leider te doen. Ja. Als je dan volger bent, ja, dan kun je geen crisis oplossen. Maar hij mag dat zeggen, hè? Ook dat vind ik niet erg. En ik kreeg ook de ruimte om uit te leggen waarom ik het daar niet eens was. En dat ook te onderbouwen. Dus dat hoort ook bij zo'n debat. Ook dan moet je niet zo marsepein zijn en zeggen... oh, hij valt me aan. Nee, prima. Dan ga ik dat ook even rechtzetten. Ja, en u blijft gewoon dus bij ons. U gaat niet weg. Dat is ook duidelijk geworden. Ik blijf hier. En al helemaal om te voorkomen dat hij verder groeit. Goeie grap was dat trouwens. Hele goede grap. Ja. Meteen pats op. Maar Europa is geen optie. Dus dat is gewoon een zekerheid dat... gewoon in Nederland. Dat is 100% zekerheid. Ik blijf echt hier. Nee, dat is 100% zeker. Ik sta ik me toch één ding af te vragen. Ik zag net op telegraaf.nl. Volgens mij was het Paul Jansen die zei... dat er zit wel een groot gat op rechts eigenlijk op dit moment. En dan was laatst Dijkhoff in de Telegraaf. Die was van plan om meer naar rechts op te schuiven. Dat kwam hier niet helemaal uit naar voren, had ik het idee, hè? Kijk, als je naar de onderwerpen kijkt, die wel een sterke economie. Volgens mij is dat typisch een liberaal rechtsthema. Een economie van banensoort. Je wilt migratie. Natuurlijk moet ook Nederland bereid zijn in beperkte mate vluchtelingen op te vangen. Maar dat moet echt in beperkte mate. En geen economisch plan, dus ze moeten zich aanpassen. Volgens mij is dat een typisch rechtsthema. Dus veiligheid, dat je sterk moet staan tegenover Poetin en Rusland, dat is een rechtsthema. Dus ik zag Paul Jansen dat zeggen op de Telegraaf. Mm-hmm. Ik denk dat ik ook wel snap wat hij ermee bedoelt. Maar dit zijn inderdaad twee partijen die behoorlijk rechts van het centrum zitten. Maar niettemin over de vraag hoe bereik je dan die dingen. En hij zegt dat moet je buiten de Europese Unie doen. En ik zeg dat moet je als klein land, anders kom je als klein land... in de gevarenzone als je dat buiten de Europese Unie gaat doen. Je moet het dus binnen die Unie doen, met alle dingen die er niet aan deugen. Die we nog moeten repareren over de bureaucratie en het verhuiscircus, et cetera. Het zijn wel allebei echt partijen rechts van het midden. Dus ik zie daar geen groot gat tussen. Maar het instrument in of uit de Europese Unie, daarover verschillen van mening. Maar dat vind ik niet een rechtsthema. Dat is veel meer een keuze van het instrument, het middel om te bereiken wat je belangrijk vindt. Maar u vindt nog steeds dat u behoorlijk rechts bent? Ja, de VVD is gewoon een rechtse partij. Ja. En neem aan dat Forum zichzelf ook als een rechtse partij is. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, daar bestaat geen twijfel over. Maar bij Dijkhoff was er enige twijfel over dat het misschien allemaal wat rechtser kon. Heeft u er nog wat van gezegd? Wat zei Klaas erover? Oh, sorry, ik mag Klaas. Nee, Klaas vond het een mooi debat. Hij heeft ook geholpen in de voorbereiding. En hij heeft ook onlangs dat stuk gemaakt bij ons intern over de toekomst. Hoe wij aankijken tegen de thema's van deze tijd. En een basis leggen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Heeft hij een mooi stuk gemaakt van... 15 pagina's over het liberalisme in deze tijd, antwoord op de vragen van deze tijd. Mm-hmm. En daar zegt hij ook in, de VVD is een partij rechts van het midden, en dat blijft hij ook. En dat moet ook echt zo zijn, want het is al dringend zat in het midden, dus wij blijven echt rechts van het midden. Oké, nou wie heeft er gewonnen uiteindelijk gisteravond? Ja, ik de kijker. Is dat politiek? Oh, dat is een heel politiek antwoord dit. Ja, ja. Nou, dan een andere, wat voor rapport zou u zelf willen geven dan voor gisteravond? Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Nee. Ik had er... Nee, dat moet ik niet. Zelfcijfers, nee, dat moeten anderen doen. Dat is trouwens ook heel links, hè. Scholen waar leerlingen zelf zichzelf cijfers geven, dat zijn meestal linkse scholen. Oh, oké, dat moeten we niet doen. Oké, nou, dan zullen wij een cijfer geven dan, Niels? Ik een 8. Ja, 8 tegen een 7,5, toch? Absoluut. Ja, 8 tegen de 7,5. Ja. Super. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Nou, echt mooi. Dan zijn wij ook tevreden. Bedankt voor uw bijdrage. Ja, leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Avond. Ja, hetzelfde. Stemmen, hè? Oh, nee, ik heb al gestemd trouwens. En Rick heeft ook al gestemd. En hij heeft net gestemd. Oh. En dat vertel me eerlijk, Rick. Oh, sorry, Niels. Ja, ik zat aan Rick te denken. Ja. Je hebt VVD gestemd. Ik heb VVD gestemd. De aanleiding van gisteren. Ah, geweldig. Ja. Ik ook trouwens. Dank voor je verhaal. Super. Ja, ik heb Anouk van Brug gestemd. Geweldig. Ja? Maar naar aanleiding van gisteren ook. Zo ben ik ook. Ja, klasse. Bedankt, hè. En tot de volgende keer. Goeie uitzending. Ja, hetzelfde. Ja, dag. Hoi.